De haven in Muiden. Daar ziet u het bekende standbeeld van, dat is het vissermonument. Ja. Er schijnt ooit een visser te hebben gestaan. Het standbeeld van waar visrestaurant komt van de haven. Gaan we straks vanavond lekker zien. De eerste die we zien is René Mur. Vroeger noemden we hem Zur, maar dat doen we niet meer. Renéetje, visjongen. Hallo allemaal. Ik ken bijna iedereen. U hoort er niet bij? Nou, dat vind ik dan toch weer jammer. Ik zat liever met u op de boot dan met René Mur. Sorry, ik weet dat jouw handen of andere is. Hallo. Dirk Kracht. Dirk ten Hollander. Ja, ik kan mezelf ook met moeder zien. Hey, tijger. Ik heb jou nog gebeld. Ik heb nog gevloekt in je voicemail. Oh. Met twee opmerkingen. De eerste, wat heb je aan de telefoon als je hem niet aanzet? En B, heb je wat voor mij meegenomen? Ik heb er wel aan gedacht. Nee, want de weg naar de hel is geplaveid met de beste voornemen. Dramatisch slecht hoor ik al van Jan Zuip. Wat? Nederland. 0-0, ja. Is er niks gebeurd, joh? Ja. Verderop het windmolenpark voor dit soort echtboeren.
dat het weer mogelijk is dan dat de leven van de land van Noord. En dan via transformator op die strook. Achter ons heb ik nog een park, dat heeft twee windmolenparken. Eentje voor Voort en eentje voor Muiden. Hier staat hij zo'n 20 kilometer verderop. Kun je zien. Nou, niet zo makkelijk. Ik flikker er toch op die trap, kwam net voor. Hoe is het daar beneden? Is het een beetje. Palen die. Prima? Ja, toen denk ik, ik gewoon erboven. Dus kijk, als je kijkt. 20 meter hoog, deze spiegel. Rook op water, je hebt een 4 meter boven. Dan dat ik ook op kijk stil wordt boven de pieren, dan zie je daar Zandvoort. Hè. Ja. En als je de andere kant op kijkt in Zandvoort, dan zie je dat er nu de twee buurtdorpen en rode palen tot en van branden te lichten. Nou, die borrels die gaan we. En als die twee torens en als die in lijn staan, dat betekent dat we precies midden in de. We liggen in Vreten. Maar wij zijn de jaren. Ja. Wij liggen daar uit het land. Nou, dat is goed. Moet je daar voor jou voor en de zwemmen. Aan de oorlog. Ten noorden van Valeria. Dat is een Alles naar wens hier, dames en heren. Ja hoor. Alles naar wens hier? Nou, het is wat genuanceerd. Ja. Is wat genuanceerd, zei hij dat? Dat zei hij wel, ja. Begrijp je wat je ermee hebt? Hij drinkt nog malt, hè? Hij drinkt malt, ja. En hij moet zelfs nog beginnen. En dan toch al zo. Sommige mensen hebben gewoon inzicht. Waarschijnlijk zwart.